Annema. We zijn in Dordrecht bij de Staart, bij Spar. We gaan nu hem interviewen en we gaan vragen aan hem of hij nog heeft iets gemerkt over de Ramadan, of het nog wat drukker is geweest. Hallo, hallo meneer, hoe heet u? Keet Wim Nuis. Hoe oud bent u? 52. Zo, dat is wel heel oud. Heeft u nog wat te vertellen over die diepvries? Ja, diepvries wat je hierin ziet liggen is Mecca Food. Dus in principe halal producten. Maar buiten dat islamitische mensen het kopen, kopen ook heel veel andere culturen het. Het is gewoon hartstikke lekker. Oké. En heeft u nog wat gemerkt over het suikervis, of er nog wat drukker was? Ik merk daar niet zoveel van, nee. Ik verkoop wat extra bloem en wat dadels, maar voor de rest niet echt. En heeft u nog wat te zeggen tegen de klanten misschien? Wat zal ik zeggen tegen de klanten? Kom gezellig bij ons winkelen. Oké. En een vraagje tussendoor. Hoe lang bestaat nu eigenlijk Spar nu al hier? Ik bestaat hier nu 4 jaar. Oké, nou. Dat wel. En heeft u nog wat een keertje geproefd? Proeft van de suikerfeest? Ik heb baklava op, ja. Oké. Zou u nog wat iets anders willen? Of? Ja, ik vind het meestal allemaal wel lekker, maar... Oké. Nou, dit was dus Wim. Hij was de baas van Spar. Nou, bedankt dat we mochten weten waar we zijn. Ja, graag gedaan. En wil je nog een primeur? Ja, graag. Op 17 oktober begint er een spaaractie met Anubisplaatjes. Nou, dat is leuk. Nou, bedankt voor uw kijken.